In deze video examen 2021, tijdvak 2, VWO Wiskunde A. Dit is de laatste vraag en gaat over de Volvo Ocean Race. Dat kort je dan weer af als VOR. En die bestaat uit etappes en havenraces. En de etappes gaan van de ene havenplaats naar de andere, duren ook meerdere dagen. En de havenraces zijn wedstrijden van enkele uren dicht bij de kust. En de tussenstand na 10 etappes en 9 havenraces staan in de tabel. Volgende bladzijde. In het klassement zijn de punten voor de etappes belangrijker dan de punten voor de havenraces. En de eindwinnaar van de VOR is het team dat aan het einde de meeste punten voor de etappes behaald heeft. Als twee teams evenveel punten voor de etappes hebben, wordt gekeken naar de punten voor de havenraces om te bepalen welk team hoger in het klassement staat. En misschien heb je dat al gezien bij de plekken 1 en 2. En dat wordt nu uitgelegd. In de tussenstand in de tabel is bijvoorbeeld te zien dat team M en team B, die hebben allebei 65 punten voor de etappes. En dat team M op de eerste plaats staat. En dat komt omdat team M meer punten heeft voor de havenraces. Aan het einde van de VOR, als aan het einde van de VOR twee teams evenveel punten voor de etappes hebben en ook evenveel punten voor de havenraces, dan wordt op basis van de gezeilde tijd in de etappes bepaald wie hoger staat in de einduitslag. En we gaan weer naar de volgende bladzijde toe. Nou, de tussenstand in de tabel geeft de situatie weer waarin er nog 1 etappe en 2 havenraces moeten worden gevaren. Dat is heel belangrijk. De tabel zet ik er even als volgt bij. Voor de laatste etappe zijn nog de volgende punten te verdienen. De winnaar van de laatste etappe krijgt 8 punten. Het tweede team krijgt 6. Het derde team krijgt 5, etc. En ga je niet over de finish, dan krijg je 0 punten. Het team dat de snelste totale tijd over alle etappes heeft gevaren, krijgt een bonuspunt. En dat bonuspunt gaat naar team D. En dus team D heeft ook 65 punten. Voor de havenraces geldt de volgende puntentelling. De winnaar van een wedstrijd krijgt 7, het tweede team krijgt 6 en ga je niet over de finish krijg je er 0. De vraag: onderzoek hoeveel verschillende einduitslagen er mogelijk zijn op basis van bovenstaande gegevens. En dan lijkt het me handig dat we eerst even gaan kijken naar team A. Want als team A 8 punten haalt, ja, zij kunnen gewoon niet meer derde worden. Hè? En als we gaan kijken naar team V, ja, zij kunnen niet meer vierde worden. Hè? Dus team A blijft hoe dan ook vierde. Heb ik als volgt opgeschreven. Als team A maximaal 8 punten haalt en de rest van de teams haalt bijvoorbeeld 0 punten, kan team A niet derde worden of A haalt 0 punten en V haalt alle punten, dan kan V niet voorbij A. Gaan we even kijken naar de top 3. Ja, daar ligt eigenlijk alles nog open. Dus met andere woorden, dan heb je 6 mogelijkheden. Nou, dan gaan we kijken naar plek 5, 6 en 7, dus de laatste 3. Nou, team T kan niet meer voorbij, ja, kan wel voorbij, kan nog wel zesde worden, hè, maar ze kunnen maximaal 8 punten halen, dus ze kunnen niet meer vijfde worden. En dat zet ik hier even neer. Dus team T kan niet meer vijfde worden. Dan gaan we kijken naar team S. Nou ja, als team S 8 punten haalt, en dan moeten ze ook nog meer punten halen in de havenraces, en dan kan team S nog voorbij
V. Team S kan dan nog vijfde worden. Nou, dat zet ik als volgt neer. Dan moeten ze de etappe winnen en V moet de finish bijvoorbeeld niet halen. En S moet op meer punten uitkomen op de havenraces dan team V. Nou, voor de onderste drie teams zijn er dan een puntje mogelijkheden. En dat ga ik even uitschrijven. Want een mogelijke uitslag is dan VST, zoals het er nu staat. Even kijken. Maar team T kan nog voorbij S. Dus we hebben ook een mogelijke uitslag, dat is dan VTS. En een mogelijke uitslag is dan ook nog dat team S gaat voorbij V. Dit is ook nog een uitslag, maar T kan niet meer voorbij V. Dus dat zijn drie mogelijkheden. Dan zijn het aantal mogelijkheden, het totaal aantal mogelijkheden. Voor de eerste drie plekken heb je 6 mogelijkheden. Voor de vierde plek is er maar eentje mogelijk. En voor de laatste drie plekken, dat hebben we hier opgeschreven, zijn er nog 3 mogelijkheden. En in totaal kom je uit op 6 keer 1 keer 3. En dat zijn er 18. Einde video. Tot de volgende keer.